Afgelopen vrijdag stelde het Vlaams Vredesinstituut tijdens een congres een rapport voor over de buitenlandse handel in militaire goederen. Daaruit blijkt dat 2 wapenexportvergunningen werden toegestaan naar Israël ten tijde van de Libanoncrisis. Spirit-parlementslid Jan Rogiers wijst op een flagrante overtreding van de wet. Ik ga terug naar 2006, 12 juli 2006, waar Israël Libanon is binnengevallen en waaruit dit rapport en volgens de website van het Vlaams Gewest blijkt dat op 4 en 20 juli inderdaad 2 vergunningen zijn afgeleverd met als eindbestemming de Israëlische overheid. Het is mijn overtuiging, meneer de minister, dat deze wapenleveringen flagrant in overtreding zijn met de wapenwet en wel met de EU-gedragscode die integraal deel uitmaakt van deze wapenwet. En ik citeer letterlijk criterium 3. De lidstaten staan geen uitvoer van materiaal toe waardoor gewapende conflicten worden uitgelokt of verlengd, dan wel bestaande spanningen of conflicten in het land van eindbestemming verergerd. En criterium 4 zegt: de lidstaten verlenen geen uitvoervergunning wanneer er een duidelijk risico bestaat dat het beoogde ontvangende land het bedoelde materieel voor agressie jegens een ander land gebruikt of er kracht mee wil bijzetten aan territoriale aanspraken. Het is dan ook duidelijk, meneer de minister, dat wij absoluut niet te spreken zijn over deze wapenexportvergunningen. En onze vragen zijn dan ook heel duidelijk. Wat heeft de minister ertoe doen besluiten deze vergunningen midden de Libanon-crisis goed te keuren? Wat is dan wel het verschil met 2004, waar vergunningen om inhoudelijke redenen geweigerd werden? En hoe rijmt de minister deze beslissing met de EU-gedragscode en dus met haar eigen wetgeving? Collega's, mevrouw de voorzitter, ik vervang hier dus inderdaad collega Moerman. Zij is op economische missie in Roemenië en ik denk dat dat inderdaad tot het takenpakket behoort van een minister bevoegd in de Vlaamse regering voor buitenlandse handel. Nu, het antwoord wat mij ter beschikking is gesteld luidt als volgt. Op 4, maar ook op 20 juli, werd een exportvergunning verleend voor uitvoer van elektronische onderdelen voor thermische camera's. Daarover gaat het dus. De onderdelen worden door het bedrijf OIP in Oudenaarde geproduceerd, collega's. Ze worden gecatalogeerd als goederen die behoren tot de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. En dat valt dan onder de categorie ML15D. En dat wil zeggen infrarood- en warmtebeeldapparatuur en ze zijn dus vergunningsplichtig. Bij vergunningsplichtige goederen wordt vervolgens een opportuniteitsafweging gemaakt en minister Moerman heeft zich hiervoor bij het toekennen van de exportvergunning op de volgende elementen gebaseerd. Zijn er 2. De hoger vermelde onderdelen waren niet bedoeld voor eindgebruik in Israël, heel belangrijk. De onderdelen worden in Israël door het Israëlische bedrijf ingebouwd in thermische camera's voor lange afstand en vervolgens de afgewerkte camera's, met daarin dus de onderdelen van OIP, waarvoor een exportvergunning werd gegeven, worden vervolgens geleverd aan een Amerikaans bedrijf, gevestigd in de Verenigde Staten, en de uiteindelijke eindbestemming is de Amerikaanse overheid. Opportuniteitsafwegingen op basis van de criteria uit de EU-gedragscode moeten worden gemaakt ten aanzien van de Verenigde Staten. En minister Moerman die doet dat steeds, in casio conform de resolutie van de subcommissie Wapenhandel. Dergelijke dossiers worden dus met de grootst mogelijke omzichtigheid door haar behandeld. Vermeld ik dus ook ter staving, en ze vraagt me dat ook duidelijk te doen, de opsomming van de documenten die mee aan de basis lagen van de beslissing. Het zijn 3 soorten documenten, collega's. Op de eerste plaats de end-user statement van het betreffende Israëlische bedrijf. Vervolgens de uitvoervergunning voor de camera's naar de Verenigde Staten vanwege het Israëlische ministerie van Defensie, waarin onder meer staat dat de eindbestemming het Amerikaanse bedrijf is en de eindgebruiker, ook heel belangrijk, de Amerikaanse overheid. De bevestiging trouwens ook, derde document, vanwege de Vlaamse, of beter gezegd de Belgische ambassade dan in Israël, van de originaliteit van de uitvoervergunning. En dan ook in de vraag van collega Daam stond ook of er periodes worden afgebakend waarin niet wordt uitgevoerd. Dat is dus niet het geval. Telkens wordt er door collega Moerman individueel een onderzoek gedaan en beslissen al dan niet een exportvergunning
af te leveren. Ik wil de minister inderdaad ook danken voor het antwoord, maar hem meteen meegeven dat het antwoord dat hij heeft voorgelezen ons absoluut geen voldoening geeft. Er is inderdaad sprake op de website, en ik heb het daar juist nog eens gecontroleerd, van Israël als eindgebruiker. Er staat dus nergens dat de eindgebruiker de Amerikaanse overheid is. En als dan die EU-gedragscode ten aanzien van de Verenigde Staten zou moeten gecontroleerd worden, dan had ik eigenlijk aan de minister willen vragen, maar ik begrijp dat u daar nu geen antwoord op geeft. Wat zou de minister gedaan hebben mocht zij een wapenexportvergunning onder ogen hebben gekregen voor een fabriek in Irak, wetende dat dit dan dient om uitgevoerd te worden naar de Verenigde Staten? Ik denk dat ik het antwoord weet. En ik zie dus niet goed wat het verschil is tussen Irak en Israël in deze. Ik kan alleen maar besluiten, meneer de minister, en ik zal dat ook aan mevrouw Moerman zeggen, dat deze wapenexportlicentie absoluut niet kosher is. Misschien heel kort, mevrouw. Mevrouw de voorzitter, ik denk inderdaad dat het geraadzaam is om hierover inderdaad met de bevoegde minister zelf te overleggen en indien nodig parlementaire vragen te stellen. Toch belangrijk, ook voor de collega's die het interesseert, de eindbestemming is inderdaad de Amerikaanse overheid. Wat ik uit het dossier begrijp, collega's Daams en Rogiers, dat is inderdaad dat een Israëlische vestiging van OIP uit Oudenaarde de onderdelen voor de thermische camera's monteert in Israël. En van daaruit worden ze terug doorgevoerd of uitgevoerd naar de Verenigde Staten van Amerika. En vandaar dus het verhaal. Dus eindbestemmeling is een Amerikaans bedrijf en eindgebruiker is dus de Amerikaanse overheid. Ten slotte nog dit ten aanzien van de Verenigde Staten. Bij mijn weten, bij de collega's Daams en Rogiers, bestaat daar geen embargo tegen. Dus je moet ieder dossier op zijn merites individueel bekijken. En ik begrijp uit het antwoord van collega Moerman, en zo kennen we haar allemaal, dat ze dat zeer consensueus, zeer gewetensvol doet, telkens opnieuw, dossier per dossier.